zes jaar bezig, inclusief de research. Het gaat niet snel, maar het is natuurlijk ook niet makkelijk hier. Maar waar denken jullie te zijn over 5 jaar? Ja, ik vind dat het wel snel gaat. Omdat we zijn in augustus 2010 begonnen. En toen was dit gewoon één groot stuk droog sprietjesland, zeg maar. Grasachtige dingen. En we hebben hier al heel veel groenten en productie gehad. En je ziet in het filmpje dat de zeilingen, dat schiet ook echt heel, heel goed op. Dus ik vind eigenlijk dat het heel goed gaat en heel snel gaat. Naar de omstandigheden. Maar waar, jullie zijn al ruim een jaar bezig en jullie vinden dat het goed gaat. Maar waar zijn jullie over 5 jaar? Over 5 jaar dan zijn de bomen ongeveer zo dik. En dan geven ze wat schaduw en dan kunnen we gras eronder laten groeien. Waar koeien grazen en zo. En die verdampen dan minder en zo hebben ze minder water nodig en groeien ze beter, waardoor je dus een vee kan houden.